goed, Sondheim, daar wil ik eigenlijk niet al veel over vertellen. Want ik denk dat er al veel over is verteld, er is veel over te lezen, er is veel bekend over de man. Ik wil het wel even hebben over wat Sondheim voor ons is. En ik wil ook meteen even een klein vooroordeel waar ik persoonlijk nogal moe van word, eens even aanpakken. En dat is dat Sondheim blijkbaar altijd weer synoniem staat met moeilijk. En dat vind ik nou juist heel erg makkelijk om dat te zeggen. Ik zou het eigenlijk over willen hebben dat Sondheim anders is. Dat inderdaad soms moeilijk kan zijn, maar daardoor is het ook nog een keer heel erg lekker. Waarom? Ik vergelijk het altijd een beetje met een duikmetafoor. Je kunt heel vaak lekker gezellig snorkelen aan de oppervlakte en dan blijft dat pijpje zo boven het water en dan kun je ademhalen. En dan kijk je naar de visjes en dan denk je dat is leuk. En dan stap je uit het water en dan ga je zonnen en dan heb je heel leuk visjes gezien. En daar is helemaal niets mis mee. Maar soms kijk je naar beneden en dan denk je, maar er is meer. En daar zou ik eigenlijk ook wel naartoe willen. Haaien. En er zijn enorme haaien en kwallen en exotische visworden. Nee, maar zonder gekheid, het duiken is enger dan snorkelen. Maar het is wel verschrikkelijk mooi om te doen. En iedereen die je hoort onder die oppervlakte duikt, die komt verrijkt weer naar boven met een hele nieuwe ervaring van een onbekende wereld. Zo, nu ben jij bezig met dit reservatie sinds 2 weken en jij wilde ook verschrikkelijk graag. Waarom wil je dat dan? Waarom wilde ik dat graag? Nou, ik weet nog dat ik was best wel klein en toen zag ik een illegale opname met Bernadette Peters. En dat ik gefascineerd was, dat was één moment in die voorstelling dat alle personages weer terugkwamen in dat bos en die gingen allemaal door elkaar zingen. En ze bleven op hun eigen lijntje en dat ik alleen maar dacht, wauw, want die blijft doorvertellen wat je normaal als je op een feestje zit, zou je ook door blijven vertellen met die en dan zou je door blijven vertellen met die. Ik dacht, oh wauw, en dat mag je dan zingen. Dat vond ik zo fascinerend, want dat doe je in het echt. Zo zit het er vol mee. De lijntjes die je verwacht als je, als je moet zingen of als publiek zijn, dat je het hoort. Dat je, oh, dan gaat het die kant op. En dan gaat het net weer even de andere kant op. En zo zit het er vol mee. Maar dat maakt het ook zo bijzonder. En ik kreeg toen ik hier stond meteen weer een déjà vu. Oh, ik kan weer zo. Het is werken. Als zanger of actrice zijn, is het echt werken. Maar dat maakt het natuurlijk ook zo spannend. Om dat voor elkaar te krijgen. En hij heeft de gave om bepaalde emoties in muziek te vertalen. En het is alsof je vaak een gesprek voert, maar dan met muziek. Dat is het eigenlijk. Het zijn dialogen vaak over muziek. We gaan naar een tweede huis. Koud. Wat dacht je van een tweede huis? Het is een blok. Wat doe jij dan? Van tekst met muziek, misschien soms atonaal of qua tonen, maar de lijnen en de emotie en de gevoelens zijn zoals je een 1-op-1 of met meerdere een gesprek voelt. En dat vind ik zo knap. Thank you.
vind ik aan Sondheim is dat je zijn hoop musicals die liedje tekstje en dan hebben ze een tekstje en dan gaan ze een liedje zingen. Dan denk je, ja, dat heb je net gezegd, die tekst. Moet ik nou 3 minuten in de wacht of zo? En dan komt het verhaal nog een keer. En het mooie aan Sondheim vind ik dat het, al die nummers die brengen het, die sturen het verhaal door. Er zit geen pauzes in. En dat. Waardoor je als publiek zijnde ook op het puntje van je stoel moet blijven zitten. Je moet erbij blijven. Je kan niet achterover gaat zitten leunen, dan ben je er weer. Nee. En in sommige shows hoor je muziek, denk je, nou, nu kan het echt wel naar de zee. Ja. En hier is dat niet geval. Je moet er je best voor doen. Ja. En dat is ook het mooie. Ontdek je daarna vervolgens dat het altijd, vind ik in ieder geval, het heeft altijd een reden. Het heeft altijd een reden waarom die schrijft zoals hij schrijft. Waardoor die noten, is mijn gevoel, ze irriteren als ze moeten irriteren. Ze omarmen je als ze je moeten omarmen. Ze verstoren je als je moet verstoren. Over verstoring gesproken. Laat eens een stukje horen van muziek Sondheim op zijn complex. Dit is een liedje dat wij ook gaan doen, maar we doen hier geen zang. Dit doen jij van liefde, beetje. Precies. En hij ontmoet daar Ella, die vanaf haar 6e leeft in datzelfde warenhuis. Maar dat ze ook niet weg kan en enkel uit aprilste herinneringen nog weet wat gras is, wat lucht is, wat zonlicht is. En terwijl hij beslist om te blijven, wil zij door haar aanraking met hem juist naar buiten.